Nou, ik ben juffrouw, al 5 jaar lang op een basisschool hier in Zoetermeer. En ik heb nu dit jaar 5 dagen groep 4. Dus ik sta fulltime voor de klas en daar heb ik het best wel druk mee. Dus daar besteed ik eigenlijk de meeste tijd aan door de week. Ik vind het heel fijn om mijn eigen plekje te hebben. Dus wel mijn eigen woonkamer en een slaapkamer. En dat ik lekker op mezelf kan wonen. Dat is ook de reden waarom ik hier naartoe ben verhuisd. Wat ik ook heel fijn vind, dat er andere jongeren wonen in mijn complex. Dat je toch een beetje in dezelfde situatie zit. En dat vind ik wel heel leuk, dat je daarmee kan communiceren. En kan kijken hoe hebben zij het gedaan in hun huis en wat doen zij. En vooral ook plezier maken. We hebben ook vaak wel etentjes samen. Of we gaan barbecuen buiten in de gemeenschappelijke tuin. Vooral, ja, eigenlijk een soort van klein thuis heb je dan toch met de mensen om je heen. Dat vind ik wel heel fijn. Je kan niet zien dat hier jongeren wonen, denk ik. Nee. Ja, aan de mensen die naar binnen lopen, denk ik, in de appartementencomplexen. Maar voor de rest kan je niet zien dat hier jongeren wonen. Want het is gewoon een gedeelte van de wijk. Het zijn allemaal met dezelfde stenen. Het ziet er niet heel anders uit. Het zijn wel heel leuke kleurtjes natuurlijk op het Veluwemeer. Alle blokken hebben een andere kleur. Aan de binnenkant, niet aan de buitenkant. Maar voor de rest kan je denk ik hier niet zien dat hier jongeren wonen. Het is gewoon een geheel van de wijk. Nou, wat ik wel heel fijn vind, is dat er in Zoetermeer aandacht is voor jongeren. En ook voor een plek waar ze goed kunnen wonen. Want dat vind ik wel dat dat een voordeel voor mij is, zodat ik ook in Zoetermeer blijf. Want ik heb mijn werk hier, maar ik had er wel over nagedacht om eventueel naar Rotterdam of naar Den Haag te verhuizen. Maar toen ik dit zag, dat er jongerenwoningen waren en dat er ook aan gewerkt wordt in Zoetermeer, dat er veel meer voor jongeren is qua woningen, ben ik wel heel blij dat dit nu hier is. Want ik ben erg blij dat ik uiteindelijk toch in Zoetermeer kon blijven wonen en mijn werk hier verder kon gaan verrichten. Nou, ik ben Erik de Groot, 21 jaar. Ik studeer momenteel Climate and Management aan de Haagse Hogeschool. Ik heb verder als hobby's sporten. Ik heb heel lang atletiek gedaan. Ik doe nu de fitness eigenlijk alleen nog maar. Daarnaast heb ik mijn eigen bedrijfje. Ik organiseer evenementen in Zoetermeer en omgeving. En nou, ik woon nu nog bij mijn ouders op een boerderij. Het liefst als ik niet hier zou gaan wonen, dus dan zou ik het liefst in de stad wonen. Centrum, op een plek waar je nog wel een beetje rust zou kunnen hebben. Dus dat je niet boven een club zit of aan een druk restaurant of iets in de buurt. Ik woon in de flat hiernaast. En met heel veel plezier, ik zou daar nooit meer weg willen. En heerlijk rustig, lekker rustig zelfs. Terwijl er toch behoorlijk wat verkeer langskomt, maar als je de terrasdeur dicht hebt, dan hoor je echt helemaal niks. Zeg maar schuin tegenover onze flat zit Ypsilon. Dat is een behoorlijk groot complex voor jongeren. Het zijn allemaal jongeren van minimaal 18, 19, 20 jaar tot een jaar of 4, 5, 26. En ze hebben een bewonerscommissie. Daar hebben wij overleg mee af en toe. En ik moet zeggen, het is helemaal geen probleem om daarnaast te wonen. Je merkt het niet. Je hebt eigenlijk meer last misschien van het verkeer dan van die jongeren. Er zijn wel andere jongeren, maar ja, dat zijn juist de nog iets jonger, zo rond de 16 jaar. En die zitten daar onder het viaductje. Daar heb je echt last, kan je echt last van hebben. En van de jongeren die in dat complex achter mij woont, nou, ik merk daar niet veel van. Ik ben Niels, ik ben 23 jaar oud, geboren getogen in Zoetermeer. En ik ben op zoek naar een woning.
Wat ik graag ook wil vertellen is dat ik het wel echt heel erg belangrijk vind dat de gemeente hier toch aan deelneemt om jongerenwoningen te realiseren hier in Zoetermeer. Ik denk dat het probleem toch wel iets groter is dan ze denken. Er zijn onwijs veel jongeren hier in Zoetermeer die toch naar een woning zoeken, maar die het hier in de buurt niet kunnen vinden en dat toch heel graag willen, omdat ze toch nog woonachtig willen zijn in Zoetermeer en omdat ze hier geboren en getogen zijn. Er zijn heel veel jongeren hier ook in Zoetermeer die toch echt hard hun best doen om aan een goede toekomst te werken. En ik denk dat de senioren daar eigenlijk ook wel een kans in moeten gunnen. En niet altijd iedereen over één kam moeten scheren. Niet iedereen hangt op de hoek van de straat of rookt een blootje op de hoek van de straat of nuttigt alcohol op straat. Ja, zo zijn de meeste jongeren niet meer. En dat was vroeger. En dat, ja, ik denk eigenlijk de jongeren van nu toch heel erg realiseren dat het een goede toekomst toch echt heel erg belangrijk is. En dit hier zijn seniorwoningen. En aan de overkant willen ze dan een jongerencomplex maken. Dat is toch hartstikke gezellig. Dat is alleen maar een mooie bruis voor de stad. Meestal sta ik op een uurtje op 7 uur sta ik op. Nou, even een bijtje maken, douchen. En dan ga ik naar mijn werk. En werk ik van 8:30 tot 5 vaak, behalve de woensdag, dan werk ik een halve dag maar. En dan s'avonds vaak nog op met vrienden even afspreken of even gamen of gewoon even relaxen. Soms wel wat aan school als het nodig is, dan ga ik dan naar school daarnaast. En dan weer naar bed, rond een uurtje of 11, 12. En dan de volgende dag weer ongeveer hetzelfde. Toen ik hier op zoek ging naar een woning, dat was toch ook wel lastig, zeker voor jongeren in Zoetermeer. Ik denk dat er veel te weinig woningen zijn. En ik heb er 4 jaar over gedaan, van inschrijven tot echt wonen. Nou, ik denk dat mijn huis niet heel erg veel anders is dan bij een gezin. Tuurlijk, het is rustiger, lekker in mijn eentje. Ik hoef niet zoveel rekening te houden met andere mensen, maar ook gewoon opgeruimd. Want ja, daar hou ik zelf uiteindelijk ook van. Aan het begin was dat even inkomen. Weet je, bent gewend dat toch je ouders eerst achter die broek aan zaten van je moet opruimen. Maar ja, op een gegeven moment dan merk je dat het niemand voor je doet en dan doe je het dus blijkbaar wel zelf. Nou, je kan niet heel erg zien dat er het jongerencomplex is. Want er zijn misschien wat minder auto's voor de deur. Niet iedereen heeft hier een auto. Maar voor de rest is het gewoon een zeer nette complex en een zeer nette appartementjes. Dus van aan de buitenkant kan je niks zien van daar wonen echt jongeren of zo. Nou, meestal, ik denk dat iedereen wel netjes is qua afval opruimen. We hebben gewoon zo'n tag waar we het afval in kunnen gooien. En mocht het zo zijn dat er wat mensen wat minder goed in zijn, dan spreken we elkaar daar ook op aan. Omdat niemand wil in een zooi leven. En er wordt ook goed gecontroleerd door de woningbouw. Dat het, mocht je zakken niet opruimen, dan krijg je gewoon een boete. Dus ik denk dat altijd wel goed gaat. Ik ga meestal 's ochtends werken om 7:30. Van 7:30 tot 9 heb ik voorschoolse opvang. Dus ga ik de kindjes, de ouders die vroeg moeten werken, die kunnen dan bij ons komen, want ik werk in de kinderopvang. En dan breng ik ze naar school. Daarna ga ik even ontbijten en meestal ga ik in de ochtend dan trainen of ik ga naar de fysio. En dan ben ik ongeveer rond 12 uur, 1 uur klaar. En dan ga ik meestal even studeren, want ik doe ook een opleiding. En dan ga ik weer werken, want dan doe ik de naschoolse opvang. Ik werk met kinderen van 4 tot 12 jaar. En verder zit ik nog in de ondernemingsraad. Dus ik vertegenwoordig ook het personeel van kernkinderopvang Zoetermeer. Ik vind het zeker belangrijk dat er woningen voor jongeren zijn. Want het is best wel lastig om aan een woning te komen. En met jongerenwoning kan je net klein beginnen en dan elke keer een stapje hoger. Dus dan kan je steeds beter wonen. Dus. En een jongerenwoning is vaak een mooi begin. In ons complex is het zo netjes. En als het een keer gebeurt, dan is de huismeester wel die er gelijk een briefje op plakt van hé, dat is niet de bedoeling. En als het nog een keer gebeurt, dan krijg je ook een bekeuring. Hè? Dus dat willen we natuurlijk ook niet. Ik
Ik vind het een onwijs fijne plek om te wonen, omdat het lekker uitzicht, lekker wijd. Vanochtend de kinderen van de basisschool lekker zien spelen. En een onwijs leuke, vriendelijke buurt, lekker gewoon rustig. Het is een onwijs fijne plek om te wonen. Ik woon hier samen met mijn vriend, die werkt. En ik studeer in Leiden. En ik studeer in Leiden dan en verder werk ik nog. Ik doe vrijwilligerswerk op de wijktuin in de Leijens. Daar help ik met schooltuinles, dus daar geef ik de groep 2, de kleuters, geef ik les. En hoe ze een beetje, hoe de dingen groeien en bloeien. Ik hou echt niet van rommel, dus ik zorg wel dat het er netjes uitziet. We hebben een kat, dus dat levert ook wel redelijk wat stof op. Dus er gaat elke dag wel een stofzuiger erheen om het in ieder geval goed leefbaar te houden. Maar goed, dat is in de rest van de complexen ook het geval. Er wordt gewoon netjes allemaal schoongemaakt voor ons een paar keer per week. Dus dat blijft ook gewoon elke keer netjes. Ik vind het belangrijk dat er jongerencomplexen worden gebouwd. Omdat het qua jongeren ook een band schept met elkaar. Maar ook omdat denk ik heel erg belangrijk is als Zoetermeer gewoon een levende stad blijft. Dus dat er niet alleen gezinnen wonen en dat niet op een gegeven moment de jongeren Zoetermeer uittrekken. Maar dat ook de jongeren in Zoetermeer kunnen blijven. Zodat het gewoon een leuke stad blijft.